Ja, je speelt tegen Jong Ajax. Maar het is toch een team van Ajax. Maakt dat dit voor een Rotterdamse club toch een extra bijzonder duel? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, het is natuurlijk Jong Ajax waar je het over hebt, maar het is niet Ajax 1. Ja, natuurlijk, het blijft Rotterdam-Amsterdam. Dat blijft zo. Dus ja, voor mij is het in ieder geval hetzelfde als iedere andere wedstrijd. Niks bijzonders, niks speciaals, niks anders aan dan een andere wedstrijd. Het is wel een club waar jij een verleden hebt, hè? Ja, ik heb daar gespeeld, ja, tot 2 keer aan toe. Dus ik heb wel een verleden, ja. Ook in dat tweede elftal, toen zag de wereld er wel nog heel anders uit. Want toen speelde de tweede elftal niet tegen Excelsior gewoon echt in het betaald voetbal. Nee, dat klopt. Dat speelde gewoon nog in de beloftecompetitie. En ja, dat is er niet meer. Voor hun, tenminste, het is nog wel, maar niet voor hun. Ja, het is wel heel anders nu. Blijft het een gekke gewaarwording? Vooral in de week vooraf, omdat je niet echt weet waar je nou op moet voorbereiden. Ja, gekke gewaarwording. Wij weten waar wij ons moeten voorbereiden. Wij spelen gewoon ons eigen spel en dat moeten wij ook gewoon blijven doen. Zeker hier thuis moeten wij gewoon van onze eigen kracht uitgaan. Is het nog een reunie met oude bekenden of is daar zijn daar de wisselingen ook te hoog daarvoor? Nou, er zijn nog wel een paar jongens en een fysiotherapeut heb ik nog gesproken daar zo. Dus ik ken nog wel wat mensen daar zo. Ja, je hebt gewoon stabiel je plek hier onder het lat nog steeds. Ondanks dat de concurrentie dit seizoen bij Excelsior flink is toegenomen. Hoeveel zelfvertrouwen geeft jou dat? Ja, het geeft genoeg zelfvertrouwen. Maar het is wel dat ik iedere week weer moet laten zien dat ik het verdien om te spelen. En het is niet zo van, oh, ik heb een slechte wedstrijd gespeeld, maar ik speel volgende wedstrijd toch wel weer. Nee, ik moet elke week gewoon scherp blijven. Ook op trainingen. Het verhaal bij jullie is vaak dat er complimenten worden uitgedeeld over jullie spel. Zeker als we het afzetten tegen vorig seizoen. Alleen de hoeveelheid punten die gepakt wordt en waar jullie op de ranglijst staan, ja, dat baart dan toch wel een klein beetje zorgen. Nou, mij baart het helemaal geen zorgen. Ik heb vertrouwen in het team en ik weet dat de punten zelf gaan komen. We zijn grotendeels van de wedstrijden zijn we gewoon beter geweest dan de tegenstander. Alleen ja, is het ongelukkig voor ons dat we de kans niet afmaken en ze dan toch tegenkrijgen. Is dat ook enigszins verwijtbaar voor jullie zelf? Tuurlijk, het is geheel onze eigen fout. Ik bedoel, als jij een wedstrijd weet waarin wij helemaal zijn weggespeeld, dan mag je dat zeggen. Maar ik kan hem niet zo opnoemen. Is ook eigenlijk niet gebeurd natuurlijk. Maar toch sta je, vergeleken met het spelbeeld wat jullie tonen, sta je te laag op de ranglijst, toch? Ja, maar dat is voetbal. Met mooi voetbal alleen red je het niet, hè. Het gaat gewoon om de punten. En af en toe moet je gewoon heel lelijk voetballen en dan toch die punten binnenhalen. Dat is het belangrijkste. Hoe lang kan je dat vertrouwen blijven roepen? Hoe lang kun je zeggen, ja, als we zo blijven spelen, dan komt het allemaal vanzelf goed? Nou ja, dat kan je niet natuurlijk het hele seizoen blijven roepen en dat er dan geen punten binnenkomen. Maar ik heb er zeker wel vertrouwen in dat het binnen afzienbare tijd de omkeer gaat komen voor ons. En dat we gewoon de punten gaan pakken. Het liefste tegen Ajax vinden ze hier altijd leuk? Tuurlijk, ik heb ook gezegd ook al tegen het AD ook. Ik zeg, de komende 2 wedstrijden worden 6 punten voor ons. Dus daar gaan we voor. Ik heb er alle vertrouwen in.